Christoffer. Ja. Op inhoud. Ja. Ja, voorzitter. De staatssecretaris gaf straks aan dat het zeer uitzonderlijk is als je een motie die het gehaald heeft niet uitvoert. Dat hoor ik D66 ook zeggen, voorzitter. En dan hoor ik telkens van dat moet zeer uitzonderlijk zijn. Maar op inhoud, juist dat punt wat ook mevrouw Leijten zojuist pakt. Wat zou er nu mis zijn gegaan als we gewoon een keer door hadden gebeten in Europa hadden gezegd, wij zijn hier tegen. Wat is er dan op inhoud mis? Nou, voorzitter, ik heb begrepen dat wij dan niet mee kunnen doen aan verder onderhandeling. Want zoals de heer Schoffer ook weet, we komen elkaar bijna nooit tegen in debat. Daarom. Zoals de heer Stoffer ook weet, is dit natuurlijk een raadspositie. Hè? De vorige, ook trialogen, het Europese parlement gaat er nog dingen mee doen. Dus het is nog niet klaar. En ik had het zonde gevonden om niet mee te zitten aan de tafel en helemaal geen onderhandelingspositie te hebben. Daarom. Jij wordt het dus om aan tafel te zitten, waarbij je nog niet weet wat er dadelijk uitkomt, maak je iedere keer dat principiële punt wat de medewetgever, de heer Omtzigt, gaf, of ja, medewetgever als parlement zijn wij, hè? Dan zet je dat parlement eigenlijk gewoon buitenspel. Het parlement zegt, doet u dat namens ons zo in Europa? En u zegt, nou ja, om aan tafel te blijven zitten vinden wij eigenlijk wel best om dan die motie toch maar te negeren. Ja, voorzitter, vind ik het. Ja, weet je, voorzitter, weet u, voorzitter. Er waren 7 andere moties die wel uitgevoerd zijn op inhoud. Hè? Dit voorstel is niet meer verplicht. Het is op vrijwillige basis. Het is open source. Er zijn zoveel dingen wel goed beland. En daarom is het ook heel raar dat nadat je alles hebt ingewilligd van wat de Kamer wil, dan tegen Europa te zeggen, oh ja, nee, by the way, we stemmen niet mee. Vervolgens hebben wij nog een paar wensen. Het is niet zo. Mevrouw Leijten zei het ook. Wij zijn als Kamer heel erg kritisch. We hebben een aantal wensen, zoals het verhandelverbod. Daar willen we echt het liefst expliciet in het raadspositie krijgen. En daarom zou het zonde zijn om helemaal niet mee te kunnen praten in Europa. En nou, misschien is de heer Stoffer veel beter in Europees recht dan ik. Dat kan. Voorzitter, dat laatste is het punt niet. Maar wij zeggen hier namens het Nederlandse volk, doe dat niet. En wat zou het Nederlandse volk nu missen als we nu een keer gewoon een streep hadden getrokken en gezegd hadden van dit doen wij niet? Wat zou nu gewoon iemand in de Achterhoek of in Zeeland of hier in Den Haag aan de Laan van Meerdervoort, wat zou die ervan gemerkt hebben als we nu een keer een streep hadden getrokken en hadden gezegd wij zitten nu gewoon een keer niet aan tafel, we laten een keer echt onze tanden zien? Als wij niet aan tafel hadden gezeten, was er een Europees BSN gekomen. Wij hadden wel aan tafel gezeten, tot nu toe. En wij hebben ervoor gezorgd dat dit niet een verplichte zaak wordt. Wij hebben gedaan, of in ieder geval de staatssecretaris heeft precies gedaan wat wij allemaal hadden gewild. Dat dit niet verplicht wordt. Dat er geen Europese identiteit komt. Dat wij met onze DigiD gewoon verder kunnen werken zoals we dat al jaren doen. Afrondend. Ja, voorzitter. Ja, afrondend dan maar. Maar dat was allemaal al zo, hè? Prachtig. En had je nu een keer kunnen zeggen van, dat zit er allemaal in, prima. Dus dat is al geregeld. Laten we dan nu die streep trekken en gewoon niet aan tafel zitten. En daar zit mijn principiële punt. Het parlement, het Nederlands parlement, hè, dan heb je het wel over iets. De vertegenwoordiging van het hele Nederlandse volk, die zegt, doe dit niet. En D66, Democraten 66, zegt, nee, dat in dat verlengde bestuur in Europa, wij laten ons daar gewoon, ja, toch een beetje inrommelen. En dat doet een heel groot deel van het Nederlandse volk inderdaad heel veel pijn. En dat wil ik maar gezegd hebben. Dat begrijp ik. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter. Stel je voor dat er een wetsvoorstel is. En D66 die is tegen dat, is voor dat wetsvoorstel. Omdat het gewoon een goed wetsvoorstel is in uw idee. En de meerderheid van de Kamer stemt tegen. Moet dat wetsvoorstel dan wet worden? Of vindt u dat u als democraat u dient neer te leggen bij het feit dat de meerderheid van de Kamer beslist, en hoe onverstandig hun standpunten ook zijn, dat het wetsvoorstel niet door moet gaan? Nou ja, meestal leggen we ons hierbij neer, ja, hier in Nederland. Maar het is geen onderhandeling, hè, de stemming hier. Het woordje meestal verontrust mij zeer, want als het goed is zou het altijd moeten zijn. Maar daar ga ik even verder. Net zei u dat omdat u het een goed voorstel vond, u het goed vond dat de staatssecretaris had voorgestemd.
Maar dat is hier de issue niet. Wij weten dat u het voorstel, dat u zich beter kon vinden, de D66-fractie, niet uw voorzitter, maar de D66-fractie zich beter kon vinden in het voorstel dan de andere fracties. Dat kan. Het gebeurt elke dag hier, dat meningsverschil. Maar er is een meerderheid van de Kamer die zei, dit voorstel vinden wij zo niet akkoord. En we hebben net gehoord waarom u het wel akkoord vond. Alle respect daarvoor. Geen enkel probleem. En u was niet de enige in Europa, dus het was ook geen totaal gek standpunt. Dus maak zich niet druk dat ik daarover begin. Maar als de meerderheid hier nee zegt, moet de Nederlandse regering dan ja of nee zeggen volgens de D66-fractie? Nou ja, voorzitter, het verschil tussen een wet hier in Nederland aannemen of niet aannemen en bij het resultaat neerleggen, wat ik zei meestal, want ik denk, ja, je baalt er wel van. Het overkomt ons gelukkig nog niet zo vaak, maar het gebeurt hier wel. Het verschil tussen hier in Nederland wetten aannemen en in Europa is dat je daar nog onderhandelt. Het is een voorstel wat eruit is gekomen. En dat moet nog een trialoge, waar wij nog een positie hebben als het goed is. En het Europees Parlement, weer een andere democratie waar onze fracties ook in zitten, ook daar nog over onderhandelen. Het is nog niet klaar. En zoals ik het heb geïnterpreteerd, zo, als wij tegen hadden gestemd, hadden wij niet mee kunnen doen aan die onderhandelingen. En het kan zijn dat ik het mis heb. Maar dat is de reden waarom ik het zonde had gevonden als we tegen hadden gestemd. Voorzitter, het is onzin. Als Nederland tegenstemt, zit ze nog steeds aan tafel bij de triloogonderhandelingen. Maar het nare is dat ze nu ingestemd met een voorstel. En als dit voorstel identiek uit de triloogonderhandelingen zou komen, dan kan Nederland niet daarna tegenstemmen. Want ze hebben er eerder tegen het identieke voorstel hebben ze voorgestemd. En hier heb je dus precies het probleem. Want dit voorstel heeft daarna kracht van wet in Europa. Het is geen aanbeveling, het heeft kracht van wet. En hier geeft D66 als democratische partij het wetgevende instrumentarium uit handen aan de regering, ook als een meerderheid van de Kamer het anders wil. Vindt D66 dat verstandig? Ik heb hier echt geen goed antwoord op, eerlijk gezegd. In dit geval op inhoud is het niet geheel onverstandig. In het algemeen, ik weet het niet. Dit is hoe het gebeurt. Afrondend. Maar voorzitter, het is de kern van het maken van wetgeving. Je doet het per meerderheid. Soms win je, soms verlies je. Maar het hele idee van een parlement, wat normaal gesproken te vuur en te zwaar verdedigd wordt door D66, is dat het parlement gaat over wat de wetgeving hier is. Door te zeggen dat ook als je in de minderheid bent, dat je iets kan doordrukken via het kabinet, neemt D66 afstand van dat zeer elementaire beginsel van de democratie. Ja, voorzitter, dat laatste wil ik even wegzetten, want dat heb ik niet gezegd. Ik heb niet, oh ja, omdat we minderheid gaan we doordrukken, et cetera. Ik heb helemaal niks doorgedrukt. Ik heb begrepen de redenen van de staatssecretaris waarom ze de motie niet heeft uitgevoerd. En ja, ik respecteer dat. En ja, voor de rest is het balen. Waarvan akte? We hebben nog 3 sprekers te gaan en dan schors ik voor de lunch. Geef ik nu graag het woord aan de heer Rahimi. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook al was het niet medespeech van de heer Dorst, toch wil ik hem complimenteren met de woorden verbinding en verantwoordelijkheid en iemand met sociaal hart. Dat is altijd goed om hier in de Kamer te hebben. Voorzitter, de VVD heeft in het schriftelijk overleg over de Europese digitale identiteit een aantal kritische vragen gesteld. Het is immers een tamelijk nieuw onderwerp, maar ook een belangrijk en gevoelig onderwerp. In het uiteindelijk voorstel is een groot deel van Nederlands inzet, mede naar aanleiding van de uitvoering van moties van de Tweede Kamer, overgenomen. Dit is een goede zaak. De staatssecretaris heeft goed werk geleverd in Brussel en daar danken wij haar voor. Voorzitter, we zijn niet tegen een digitale identiteit, maar wel onder voorwaarden. Zo vinden wij dat dit wel veilig en privacybestendig moet zijn. En dat er niet alles in een centrale database wordt opgeslagen en alle gegevens van onze burgers weg zijn. Op dit moment wordt er nog druk onderhandeld in Brussel. Wij kijken uit naar de uitkomst en willen graag dat Nederland aan tafel blijft zitten en mee kan blijven praten. Dank u wel, voorzitter. Kort maar krachtig. Een interruptie nog van mevrouw Leijten.
Ja, voorzitter, ik ga niet aan de VVD vragen of ze vindt dat moties worden uitgevoerd. De VVD die lapt alles aan zijn laars als het gaat over het behoud van de macht. Maar ik zou wel aan de VVD willen vragen waar zij op baseert dat je niet meer mee onderhandelt op het moment dat je tegen stemt. Voorzitter, sorry, ik begrijp de vraag niet helemaal goed. Kan de mevrouw Leijten herhalen? Nou, het frame wordt hier nu neergelegd, deed de staatssecretaris ook en net mevrouw Dekker Abdulaziz ook, dat op het moment dat je niet in zou stemmen met een raadsbesluit, dat je dan niet meer mee zou kunnen onderhandelen in het vervolg. Waar baseert de heer Rahimi op dat dat gebeurt? Voorzitter, ik gaf net aan dat als je niet meepraat, dan kan je ook niet verder onderhandelen. Je kan toch meepraten terwijl je niet instemt? Ik zou niet weten hoe. Nou, ik wel. De Europese Raad, de Raad van Ministers of Staatssecretaris is met alle lidstaten. Daar zit iedereen aan tafel. In de Telecomraad zit deze staatssecretaris aan tafel. Wat ze stemt, ze doet mee. Er zijn genoeg lidstaten die bij allerlei verschillende voorstellen die worden gedaan zeggen, dit gaat ons te ver, dit gaat ons parlement te ver. En die blijven gewoon zitten en die blijven gewoon meepraten. Dus waar baseert de heer Rahimi op? En dus de VVD op, dat op het moment dat er niet ingestemd was met de raadspositie, zoals de meerderheid van de Tweede Kamer had uitgesproken, dat er niet meer meegepraat kon worden. Waar baseert de VVD dat op? Voorzitter, ik ga hem best doen om antwoord te geven. Kijk, u heeft het volle recht om een motie in te dienen. Die is ook aangenomen, die moet uitgevoerd worden. Voorzitter, daarnaast is het staatsrechtelijk zo dat de staatssecretaris ook het recht heeft om die motie uiteindelijk niet uit te voeren. Dat moet ze alleen wel motiveren, transparant, openlijk. Dat heeft ze eerder gedaan in een brief. Dat heeft ze zo net volledig eerste termijn ook uitgelegd. En daar zijn wij content mee. Ik stelde een andere vraag. Waar de heer Rahimi en de VVD-fractie allemaal content mee is, dat interesseert me eerlijk gezegd geen biet op dit moment. Waar baseert de VVD-fractie en de heer Rahimi op? De redenering van de staatssecretaris volgend om die motie niet uit te voeren. Namelijk, dan kan ik niet meer mee onderhandelen. Waar is dat nou op gebaseerd? Ja, voorzitter, de staatssecretaris gaf net aan dat er heel veel punten zijn binnengehaald die wij eerder kritisch hebben neergelegd. Die zijn ook allemaal meegenomen. En volgens mij gaf ze ook net aan dat als ze tegen die dingen zijn, dat al die dingen ook van tafel zijn. Dus daarop. Afrondend. Ja, voorzitter. Als je tegen de raadsconclusie bent waarin die dingen zijn opgenomen, zijn ze niet opeens verdwenen. Het wordt nou echt van kwaad tot erger. Ik had gehoopt dat hier de VVD een antwoord kon geven op wat zij vindt van de argumentatie om moties naast zich neer te leggen. Dat de VVD het niet erg vindt dat moties niet worden uitgevoerd, dat weten we al lang. Dat de democratie vanuit de Tweede Kamer voor de VVD niet het hoogste goed is, weten we allang. Maar dat je dan ook nog eens redeneringen kan gaan ophouden die gestoeld zijn op fabels, dat is toegevoegd nu aan het lijstje. Ja, wilt u interrumperen? Moeten we echt bij de interruptiemicrofoon gaan staan? Het woord is aan de heer Van Houwelingen. De Kamer die heeft een motie aangenomen dat, waar heel duidelijk staat, we gaan niet instemmen met die raadsconclusies. Dus mijn vraag aan u is, op welke wijze is het besluit wat de regering uiteindelijk heeft genomen om dus wel in te stemmen, op welke wijze is dat democratisch gelegitimeerd? Ja, voorzitter, als die aangenomen wordt, moet de Kamer het uitvoeren. Dat vinden wij. Als dat niet uitgevoerd wordt, staatsrechtelijk heeft het kabinet het recht om dat niet te doen, maar wel transparant uitgelegd. Punt. En dat is ook gebeurd per brief een hele tijd terug en zo net in het debat. Dat recht heeft zij. Ja, dank u voorzitter, dat begrijp ik, maar dat is niet mijn vraag. In hoeverre is straks die Europese digitale identiteit, die er heel waarschijnlijk gaat komen, hoeverre is die hier in Nederland democratisch gelegitimeerd? Voorzitter, we hebben acht commissiedebatten gehad, plenair, schriftelijke inbrengen. Er werd zo net door de heer Dorst ook aangegeven, kom AUB ook naar die debatten om inbreng te leveren.
dat is echt voor mij onderdeel van het democratisch debat en ook inbreng te leveren. Dat is allemaal gebeurd, ben ik helemaal met u eens. En de conclusie was van deze Tweede Kamer, het hoogste orgaan, het democratische orgaan van dit land, we willen het niet, hè, die motie van Leijten. Dat was de conclusie. En die wordt niet opgevolgd. Dus nogmaals mijn vraag, waar zit de democratische legitimiteit dan? Ik heb dat net al beantwoord. Die motie was met 76 zetels aangenomen. En ik blijf bij het antwoord dat ik zo net gaf, voorzitter. Heel goed, dank u wel. Dan gaan we luisteren naar de heer Stoffer van... Oh, een interruptie nog van de heer Omtzigt. Ook voor u geldt, meneer Omtzigt, als u wilt interrumperen bij de microfoon gaan staan. Ja, een vraag aan u, meneer Rahimi. Als meneer Stoffer weer even teruggaat. Sorry. Dat is mijn fout, voorzitter. Het zou u vergeven. Voorzitter, dank u. Als hier een motie wordt aangenomen om bepaalde wetgeving niet in te voeren, handelen we dan volgens de VVD in onze capaciteit als controleur, waarbij inderdaad een regering, zoals de VVD zegt, een motie naar zich neer kan leggen en dan is het aan de Kamer om daar conclusies aan te trekken of niet. En soms doet de regering dat en dan zeggen de regeringspartijen dit slikken we, misschien niet van harte, maar... Hè. Of handelt de regering, wanneer zij akkoord gaat met wetgeving in de Europese Unie, in de Europese Raden, handelt zij daar in haar rol als medewetgever? Voorzitter, ik ben geen jurist, maar IT'er, maar ik probeer het antwoord te geven wat ik denk dat correct is. Ik kan geen antwoord geven hoe ze handelt, zeg gewoon echt eerlijk. Ik vind nogmaals echt gewoon dat het uitgevoerd moet worden en de redenatie was voor onvoldoende. De vraag die u mij stelt, ik kan die echt niet beantwoorden. Dat zeg gewoon even uit het grond van mijn hart. Voorzitter, de regering, in dit geval de staatssecretaris van Digitale Zaken, die stemt in met wetgeving. En als zij instemt met wetgeving, dan handelt zij als wetgever. En sterker nog, dit is Europees recht. En Europees recht heeft directe werking in het Nederlands recht. Dus daarmee wordt een wet van kracht, in dit geval over digitale identiteit, die dwingend is voor Nederland. Het is een wet in de vorm van een verordening of een... Hè. Nou is mijn vraag dus, als zij stemt over wetgeving, dan moet toch de Tweede Kamer ingestemd hebben. En dan kan het inderdaad zo zijn, deze VVD heeft tegen de motie Leijten gestemd, nou, soms verlies je. Maar moet de regering dan het standpunt van de meerderheid van de Kamer volgen? Of van de minderheid van de Kamer waar de VVD in zit? Voorzitter, de meerderheid van de Kamer. Alleen nogmaals, blijft wel wat ik net al... Ja, sorry, ik wil niet steeds in herhaling vallen. Dat als uiteindelijk niet uitgevoerd wordt, dat wij goed en transparant weten waarom niet. En dan kunnen wij een conclusie trekken als Kamer, als partijen, als Kamerlid. Zo zit dat. Voorzitter, ik probeer het nog één keer. Dat klopt, die redenering van de heer Rini, die klopt als het om gewoon controlerende taken gaat. Dan is het inderdaad zo dat de Kamer gewoon zegt van, nou, wij willen dat dit gebeurt. En de regering kan soms zeggen of het is te duur of het is onmogelijk. Hè. U wilt, dat doen we hier in de Kamer wel eens. En dan zegt de regering... Ja, Kamer, u zegt dat wij binnen een maand een nieuwe Oosterschelde dan moeten bouwen. Leuk bedacht, gaat niet lukken, we voeren hem niet uit. En dan kan de Kamer zeggen, nou, hè, daar kun je conclusies aan trekken. Maar je kunt ook denken, nou, misschien heeft de regering iets verstandigs gezegd. Dat kan, dat gebeurt hier wel eens. Maar hier zitten we met iets anders. Het is niet dat de Kamer de regering iets zomaar iets vraagt. De Kamer zegt, wij willen bepaalde wetgeving niet. En over wetgeving, daar gaat de Kamer over. Krachtens artikel 81 van de grondwet, waarop wij allemaal de eed of gelofte afleggen voordat we hier Kamerlid worden. En nu blijkt dus gewoon dat als wij hier een meerderheid vinden dat we tegen een bepaalde wet moeten stemmen, de regering, of in ieder geval onthouden heb ik gezegd, dat de regering dat niet hoeft te doen. Wat is onze rol als wetgever in het Europees domein dan nog waard als de regering dat soort moties aan zijn laars mag lappen? Ja, voorzitter, ik begrijp wat de heer Omtzigt zegt. Maar er zijn ook moties geweest waar wij tegen waren. En die zijn wel uitgevoerd. Dus ik vind dat onze rol
niet eerlijk wordt neergezet. Dus ja, ik weet verder niet hoe ik me hierop moet antwoorden. Prima, dat lijkt me voldoende. Mevrouw Maier nog even. Ja, dank u voorzitter. Ik wil nog even terugkomen op het punt van mevrouw Leijten. Want het hele verhaal natuurlijk dat je niet meer aan tafel zou zitten op het moment dat je tegenstemt, dat is natuurlijk gewoon helemaal nergens op gebaseerd. Dat weet de heer Rahimi en dat weet de rest van de Kamer ook. Het is natuurlijk niet zo dat als je als Nederland tegenstemt, dat dan vervolgens de rechter zegt van nou, daar is de deur, u doet niet meer mee. Want wij zijn gewoon onderdeel van de Europese Unie. Helaas, zeg ik erbij, we betalen daar miljarden voor en wij hebben gewoon stemrecht, recht om deel te nemen aan die onderhandelingen. Dat gezegd hebbende, dat buitenspel zetten, dat is natuurlijk gewoon een nieuw geitenpaadje van de VVD om te kunnen legitimeren dat de staatssecretaris tegen de Kamer zegt, bekijk het maar met je motie. Maar dan heb ik eigenlijk een vraag aan de heer Rahimi. We hebben hier in de Kamer middelen om beleid bij te sturen. En een van die middelen is een motie. En als oppositie hechten wij denk ik heel veel waarde aan, omdat het een belangrijk middel is om beleid te kunnen bijsturen. En nou zou ik toch heel graag willen weten, wat moet de oppositie nou nog doen? Hè? Wat kunnen wij nu nog doen als zelfs een voorstel wat met een parlementaire meerderheid wordt aangenomen door de staatssecretaris niet wordt uitgevoerd? Wat kunnen wij dan als oppositie nog doen? Of zegt u dan eigenlijk, weet u wat, ga gewoon naar huis, wij dicteren het beleid hier wel. Voorzitter, ik zou nooit zeggen, gaat u naar huis en wij dicteren. Voorzitter, een van de dingen die ik net aangaf, dat kwam eerder ook al ter sprake. Breng AUB de inzet, want de PVV was er niet bij het debat om dat te doen. Dus dat kan gewoon. Dat heb ik net uitgelegd. Dus, en ik ben het helemaal niet mee eens dat alles wat we hier indienen, dat niet mee wordt genomen. Ik wil eigenlijk bijna een wedervraag stellen. Als wij dit we gaan geen wedervragen stellen. Oké, dan ga ik hem anders formuleren. Ik ben nog steeds van mening dat als we zeggen we doen niet meer mee, dan dat ook de wij hebben 9 punten ingebracht, die zijn meegenomen, andere partijen ook, dat die ook van tafel zijn. Dat willen we niet. En we hebben, ja, dat is mijn antwoord. Ja, voorzitter, het is natuurlijk nog geen begin van een antwoord eigenlijk. Hè? Nogmaals, op het moment dat we nee zeggen, dan zegt men niet, daar is de deur, Nederland. Doei, zo werkt het niet. Dan zitten we nog steeds aan tafel, alleen dan hebben we dus nee gezegd. Hè? Dat lijkt me in principe ook nog wel een stevige uitgangspositie voor de rest van de onderhandelingen. In plaats van gewoon zeggen ja en amen en dan daarna denken, oh god, er staat toch wat in wat we eigenlijk niet zo leuk vonden. Want terug onderhandelen, dat werkt niet zo goed in Brussel. Maar meneer Rahimi, ik vroeg u, wat rest ons nou eigenlijk als oppositie nog als hier een belangrijke motie wordt aangenomen en de staatssecretaris zegt gewoon vervolgens, bekijk het met je motie. Ja, voorzitter, ik ben het niet eens met dat de staatssecretaris bekijk het. Ze heeft transparant, open brief gecommuniceerd, net volledig uitgelegd in de interpellatie. Dus daar ben ik het niet mee eens. Afrondend. Ja, voorzitter, tot slot. Nou, het was in ieder geval heel transparant en open, dat bekijk het. Maar het was wel bekijk het, hè. De heer Epping. Dank u wel, voorzitter. Zoals de vorige spreker was ik ook lid van het Europese parlement. Dus ik wil even verder gaan met de redenering. Kijk, als een lidstaat het niet eens is met de regelgeving, dan kan die op een gegeven moment de voet dwars zetten. Dan word je niet buiten gegooid. Je bent dan misschien een beetje niet zo populair op dat moment in Brussel. Maar je blijft aan de onderhandelingstafel zitten. Je onderhandelt tot er een resultaat is. En Frankrijk doet dat, Italië doet dat. Die liggen heel vaak dwars. Maar je moet het wel durven om dwars te liggen. Want iedereen in Brussel vindt je dan een vervelende man of vrouw. Ik zou ook de vraag willen stellen van de Europese BSN. Dat is dan, de VVD is daar tegen, we zijn allemaal tegen. Maar dat is min of meer geparkeerd. En stel nu dat op een gegeven moment in het proces van wetgeving toch weer boven komt drijven, wat meestal zo is, omdat wetgeving is een begin van een proces waar vaak het einddoel niet wordt genoemd om de mensen niet bang te maken. En aan het eind van het proces komt dat naar voren. Wat zegt de VVD dan ten aanzien van een Europese BNN? BSN, sorry. Dank voor de vraag. Voorzitter, wij waren tegen en we blijven tegen. Dat betekent dat Nederland al zeggen, wij doen niet mee. Nee, voorzitter, de vraag was, bent u dan ook in de toekomst tegen een BSN? Ja, dan zijn we tegen een BSN, nog steeds. Voorzitter, we spreken hier over wetgeving. En op een gegeven moment moet je dan een standpunt innemen in Brussel. En dan zeg je van, wij willen dat niet. En men gaat het toch doen.
Zegt u, moet de Nederlandse kabinet dan zeggen, wij gaan daar niet mee verder. Wij zijn daar tegen. Voorzitter, dit is dan een herhaling van wat al eerder gebeurd is. Hè? We gaan het toch doen. We hebben inbreng geleverd. Nou, nu gaat het niet gebeuren, want dat heeft de staatssecretaris meegegeven. Daar is naar geluisterd en dan gaan we hetzelfde weer doen. Ja, nu niet, maar het kan later wel. En mijn vraag is juist, als dat later weer boven water komt, ja, wat gaat u dan doen? Wat is dan uw positie? Zegt u dan van, ja, we zijn zo ver, laten we nou maar door de pomp gaan. Of zegt u nee? Wij zeggen dan nog steeds hetzelfde als wat we nu hebben gedaan, voorzitter. Prima, dank u wel. Ik schort even 2 minuten, zodat we extra ontspannen kunnen luisteren naar de bijdrage van de heer Stoffer. Stoffer, we hebben nog 2 sprekers te gaan voor de lunch. Het woord is aan hem. Ja, voorzitter. Wij als SGP staan hier vandaag net als veel collega's met een gevoel van onbehagen. Heel specifiek gaat het hier over een aangenomen motie waarin de regering de opdracht kreeg om de raadsconclusies over de Europese digitale identificatie niet te onderschrijven, wordt niet uitgevoerd. En ik wil nadrukkelijk een compliment maken voor mevrouw Leijten dat ze daar de vinger bij legt. Het Nederlands parlement heeft bij motie uitgesproken dat zij een andere positie heeft dan de regering. En in de brief van de staatssecretaris van 2 december geeft zij aan dat zij die motie niet wenste uit te voeren. En nu staan we voor een voldongen feit, want Nederland heeft toch ingestemd met de raadsconclusie om te komen tot een Europese digitale identiteit. En dat is op meerdere vlakken ernstig. In de eerste plaats is het ernstig omdat het onze positie als parlement aantast. Staatsrechtelijk is het parlement medewetgever en controleur van de regering. En de staatssecretaris doet in haar brief voorkomen dat instemmen met de raadsconclusie onvermijdelijk was, ondanks een negatief advies van de Kamer. En mijn vraag aan de staatssecretaris is of ze nog eens nadrukkelijk kan aangeven, niet wat bereikt was daarvoor al, maar wat ze nu daadwerkelijk bereikt heeft met het instemmen met die raadsconclusie. Want mijn afdronk tot nu toe van de brief die we kregen en wat we hoorden in gewone mensentaal is eigenlijk om aan tafel te blijven zitten, waarbij ik overigens de opmerkingen van mevrouw Meijer zojuist in de interruptie ook nog wel zinvol vond, want ben je wel echt van tafel, dat kun je wel afvragen. Maar om aan tafel te blijven zitten, heb ik me er
tegen, nadrukkelijk tegen de wens van een meerderheid van dit parlement, er eigenlijk gewoon in laten rommelen. En de staatssecretaris zei zelf dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, waarbij het zeer onwenselijk is dat een motie niet wordt uitgevoerd, kan worden afgeweken van de mogelijkheid om zo'n aangenomen motie niet uit te voeren. Nou, laat ik gewoon maar helder zeggen, als SGP zijn we van die zwaarwegende belangen niet overtuigd. En wat de SGP-fractie betreft is het niet uitvoeren van deze motie dermate ernstig, omdat het, en dat is al veel langsgekomen vandaag, over Europese besluitvorming gaat. En helaas zien we een trend waarbij de positie van ons parlement steeds kleiner wordt en de macht van Brussel steeds groter. De fundamentele rechten van de Kamer worden aangetast en met de invoering van dit voorstel hebben we steeds minder te zeggen over onze eigen identiteit. Wat de SGP betreft moeten we in plaats van ons in te zetten voor meer EU, weer meer macht bij ons eigen parlement neerleggen, die niet de belangen van de EU, maar allereerst de belangen van ons Nederlandse volk vertegenwoordigt. En voorzitter, ik sluit af met de woorden van collega Bisschop. Wie van een parlement een tandeloze tijger maakt, maakt een volk monddood. En dat moeten we in onze democratie niet willen. Dank u wel. Altijd goed om collega Bisschop te citeren. De heer Slootweg van het CDA praat ons richting de lunch. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het streven dat het voor onze inwoners gemakkelijker wordt om hun nationale elektronische identiteitsbewijs te kunnen gebruiken in een andere lidstaat om gebruik te kunnen maken van openbare diensten elders, is iets waar het CDA voorstander van is. Dat betekent niet dat we bij de ontwikkeling van deze mogelijkheid niet een aantal vragen en zorgen hebben geuit. Tijdens de behandeling van het raamwerk Europese Digitale Identiteit heeft de CDA-fractie een aantal vragen gesteld die betrekking hadden op 1. De vrijwilligheid van de ID-wallet, 2. De eis van open source technologie en 3. Het verbod op het verhandelen van gegevens. De staatssecretaris is ingegaan op deze drie aspecten waarover bij het CDA-fractie zorgen leven. Zowel in een brief aan de Kamer op 25 november 2022 als tijdens het debat 30 november 2022. Ten eerste op het punt van de vrijwilligheid heeft de staatssecretaris aangegeven dat het gebruik van ID-wallets vrijwillig moet zijn, dat burgers alternatieven kunnen kiezen in het overheidsdomein. Mensen die geen ID-wallet willen gebruiken, hoeven dit binnen het publieke domein ook niet te doen. En voor hen blijft het mogelijk om via andere wegen hun gegevens bij de overheid op te halen en te delen. Ook zullen gebruikers niet worden verplicht de ID-wallet te gebruiken om toegang tot particuliere diensten te gebruiken. Ten tweede, op het punt van open source heeft de staatssecretaris aangegeven dat er een aanbeveling komt voor de lidstaten om de broncode van ID-wallets te publiceren. En ten derde, ten aanzien van het verhandelen, geeft de staatssecretaris aan dat afgevers van de ID-wallets geen informatie over het gebruik van ID-wallets mogen verzamelen, als dat niet zo noodzakelijk is voor het leveren van ID-walletdiensten. En in het debat gaf de staatssecretaris expliciet aan dat het handelen en delen van gegevens zonder expliciete toestemming van diegene van wie de wallet is niet kan. Wel duidelijk blijft dat het verhandelverbod vooral impliciet is en niet expliciet, en daar hebben wij dan ook nog steeds grote zorgen over. De CDA-fractie heeft de motie van de heer Seder gesteund waarin de regering werd verzocht zich in te zetten op het gebied van bescherming van gebruiksgegevens om die fundamenteel te verbeteren. En deze motie werd door de staatssecretaris geïnterpreteerd als een aansporing om in het vervolg van de onderhandelingen in de EU actief zich in te blijven zetten op verdere verbetering van het voorstel. Wij hebben nog enkele vragen aan de staatssecretaris. Heeft u, zoals toegezegd in de Telecomraad van 6 december, aangegeven dat Nederland voorstander blijft van een expliciet verhandelverbod om profilering en advertenties in het kader van de wallet tegen te gaan? Heeft de staatssecretaris het idee dat er een meerderheid binnen de EU is die het standpunt van Nederland ten aanzien van een expliciet verhandelverbod ten aanzien van persoonsgegevens deelt? We begrijpen dat de reden dat er geen expliciet verhandelverbod is opgenomen is dat andere lidstaten vinden dat hier al voldoende wettelijke waarborgen voor zijn opgenomen. Wij vinden dit een extra slot op de deur wel heel belangrijk. Wil de staatssecretaris toezeggen dit als belangrijkste Nederlandse punt naar voren te brengen in de trilogfase en daarvoor gelijkgestemde lidstaten te zoeken? En los van de uitkomst van de trilogfase, wat wil de staatssecretaris nu precies in nationale wetgeving vastleggen over dit verhandelverbod bovenop wat nu al in de verordening vastgelegd wordt? En welke waarborgen zijn er gerealiseerd voor het vrijwillig gebruik van de wallet?
Dank u wel, voorzitter. Prima. Ik schors tot 1:15 voor de lunch en dan gaan we praten. Maar eerst mevrouw Leijten nog even. Voorzitter, het ging zo snel dat ik mijn neus niet tegen de interruptiemicrofoon had geduwd. Excuses. Wat vindt het CDA ervan dat de staatssecretaris de positie heeft ingenomen die zij heeft ingenomen naar aanleiding van de aangenomen motie? Nou, laat ik allereerst beginnen dat het niet uitvoeren van moties volgens mij nooit een gebruik kan worden. Dat is één. Ten tweede is in ons staatsrecht een motie een verzoek waarbij de staatssecretaris heeft aangegeven, eigenlijk, zo interpreteren wij het, als wij de moties van de heer Ceder en van mevrouw Dekker-Abdelaziz en Ceder willen uitvoeren, dan kunnen we dat eigenlijk niet doen als we ook gehoor geven aan de motie van mevrouw Leijten. Dus zitten ze in een soort met spanning. En wij hebben in ieder geval zelf aangegeven hoe belangrijk wij vinden dat dat verhandelverbod dat dat wordt uitgevoerd. Wij vinden ook in de andere moties dat daar expliciet de tanden van dit parlement zijn getoond. En wij roepen dan ook de staatssecretaris op dit zo veel mogelijk te maken, wat het parlement wil. Ja, voorzitter. Die moties van voor de zomer zijn onvoldoende in de compromistekst terechtgekomen, is de uitspraak van de motie Ceder, waar de CDA-fractie ook al mee in heeft gestemd. Dus een ander oordeel of je dat dan goed genoeg vindt of niet. Maar dat laat onverlet dat je dus dat de CDA-fractie dus te maken heeft en accepteert dat de staatssecretaris aangenomen moties als een advies ziet, iets waar ze het, als ze er niet mee eens is, niet mee verder hoeft te gaan. En wat geeft dat de CDA-fractie nou voor vertrouwen voor het vervolg van dit onderwerp? Voorzitter, ik denk dat ik het in eerste instantie niet eens ben dat dit door de staatssecretaris echt als een advies wordt gezien. Zoals wij de brief lezen, zegt zij van ik heb die ruimte nodig om eigenlijk de doelstellingen die in de andere moties zijn neergezet te behalen. En geef mij daarvoor de ruimte om dat uit te voeren. Dat vinden wij een uitleg waarbij wij vragen hebben gesteld hoe het zich daar ook op ontwikkelt. Afrondend. Ja, ik vroeg naar de waarborgen die de heer Slootweg en de CDA-fractie zich dan ook voor zich zien. Als de staatssecretaris dit soort moties tegen elkaar af gaat strepen. Want niks stond in de weg om te zeggen, ik geef aan dat het Nederlands parlement tegen is. Ik onthoud mij van stemming, ik stem niet eens tegen. En ik ga door met die andere moties waarin die zorgen benoemd staan. Dat was prima een keuze geweest. En nu vertrouwt de CDA-fractie dus op een staatssecretaris om verder te gaan, die hier net in eerste termijn vrolijk heeft staan betogen dat ze vindt dat ze alles heeft binnengehaald, alle wensen van de Kamer heeft ingewilligd. Terwijl die Kamermotie van Ceder zegt, gesteund door het CDA, dat het fundamenteel anders moet. En dat het niet, dat het niet voldoende in een raadscompromis staat. Dus wat is dan precies de afdronk van het CDA? Gaat deze staatssecretaris überhaupt wel de zorgen van de Kamer serieus nemen daar in Brussel? Voorzitter, ik ben het hier toch niet eens met de interpretatie van de woorden van mevrouw Leijten, van de woorden van de staatssecretaris. Ik heb in haar antwoorden op uw vragen, op uw zeer terechte vragen, want het is ook niet niks dat de motie niet wordt uitgevoerd, gehoord dat ze sterk heeft aangegeven in Europa hoe groot de zorg is als het gaat over dit parlement. Dat heb ik in ieder geval in eerste instantie verstaan. En ten tweede heb ik ook echt verstaan dat het aantal onderdelen die zij nog wil bereiken, dat ze daarvoor gaat vechten. Zo heb ik allebei de punten begrepen. En die wijken dan, of ik heb u niet goed begrepen, mevrouw Leijten, toch een beetje af van de interpretatie van de woorden die u nu aan de staatssecretaris hebt gegeven. Kort. Voorzitter, een onderhandelingsresultaat is een onderhandelingsresultaat. Dan kan je niet meer opnieuw gaan heronderhandelen. Daar zeg je ja of daar zeg je nee tegen. Ja. De motie van de heer Ceder was eigenlijk een tik op de neus zonder te zeggen dat de staatssecretaris niet in mocht stemmen. Want er staat in heronderhandelen, fundamenteel anders, moties zijn niet uitgevoerd. Dat staat in de motie die de CDA-fractie heeft onderschreven. En dan spreekt hij hier het vertrouwen uit dat de staatssecretaris de positie van de Kamer in het vervolg beter zal behartigen, terwijl we hier staan om een motie die ze niet uitvoert.
Succes aan de CDA-fractie om daar goed uit te komen. Dan wil ik, dank u wel, voorzitter, maar hier toch nog wel even op antwoordend. Bij de beoordeling van die motie van de heer Seder heeft de staatssecretaris nadrukkelijk aangegeven dat zij dit zag als een aansporing om betere resultaten te gaan halen. En dat is toch wel, ja, dat is het punt van de interpretatie. En wij nemen in onze afweging van hoe wij een motie beoordelen alle elementen mee, ook die het kabinet daarin aangeeft, hoe ze daarmee omgaat. Prima. Ik schors tot 13:20 voor de lunch en ik wens u smakelijk eten.